Het wordt nou tijd om te gaan tonpraten. De 5 tonpraters hebben er erg veel zin in. De eerste tonprater van vanavond komt met Rukven. Een onderdeel van elk verhaal is wie ik ben en wat ik kom doen. Hier is Soijke van Ostooien. Die praktijk, die Soijke, die ging het Isteren. Gingen in de Breda Internationale Airport heen. Stond een klein vliegtuig. Soijke stapte in. Vliegtuig ging omhoog. Vliegen boven die Rijsbergen. Deurtje gaat open. Hij springt uit. Had parachute omgedaan. Hij trekt aan die touwtje. Niente. Hij trekt aan die andere touwtje. Niente. Hij wordt de boos en zegt, als op die klas staat fiets, ik doe niet meer mee. Maar goed, is er redelijk vanaf gekomen. Hij was vlak boven die Rijsbergen, Rijsbergen Noord, vlak bij die Effen, gevallen op oude caravan. De grootste maalwacht van het Kielengat als de zatten over. Ja, die zat dingen ook. Die een bluffer kennen. Piet Utjes. Oh, dat is een bluffer. Ik zeg tegen hem, dan gaan we een wetje maken. Ja, zei die. Ik zeg, wij en de man 20 euro op de bar zijn en wachten wie het sterkste verhaal vertelt. Ik zeg, die mag die 40 euro pakken. Ja, dat is goed, zei die. Als je wie begint, zeg jij. Als ik zat van de week goed bezopen aan de bar, ik zeg, wel liegen, hè. Als ik zat goed bezopen aan de bar zitten, ben ik in de kerk doorgelopen naar Rijsbergen. Ben ik eraf gesprongen, ben ik helemaal door Rijsbergen gevlogen. Nog een keer terug, ik pak die 40 euro, dat in mijn zak. Hij zei, oh, ga me het ook nog vertellen. Ik zei, ja, ik heb jou zien vliegen. Ben een vakantie geweest, meneer. Ik heb een mooie bruine taal, hè. We gaan naar de winkel, als vrouw zei, we willen een spaten met. Ja, maar wat? Naar mijn korting. Mijn carrière was dus begonnen. Ik zei tegen de vrouw, ik wil topwielrenner worden. Als je het kistje, je zou in de eerste zijn. En hij kreeg gelijk. Want hier komt Riem van de Riet, als Riet is kunnen collectaan. En de Belzi zou zeggen, als jij uw string niet op tijd laat zakken, zult gij uw poep in tweeën kakken. Ik denk stil, hè. Ik ben eigenlijk het vrijgezellige. Afijn, dus wij naar Zundert, ik naar Zundert, op parkeerplaats bij de, weet dat was, bij Dirk. Stond helemaal vol, er waren nog 2 plekken vrij, er stond NP op. Ik heb hem gewoon gezet, want dat betekent gewoon nog plat. Was het niet, hè? S'morgen zaten we te eten, hè? Nou, dat brood dat was niet om te eten. Ik zeg tegen dat vrouwke, ik zeg, nou, dat brood dat is ook vuil. Nou, zei ze, in de oorlog zouden ze er blij mee geweest zijn. Ik zeg, ja, maar toen was het ook nog vers, denk ik. Gielak, dat was een ex-duivenboer. En die was gestopt, die was nou overgegaan op trekvogels. Trekvogels en in zijn koeien in de huiskamer had je orgasmussen zitten. Dit was het weer voor dit jaar.